Weet je wat ik vanmiddag heb gedaan trouwens? Ik heb eigenlijk de hele middag bij de kapper gezeten. Ja, ik had er een krant van vandaag mee willen nemen om te laten zien dat ik hier live ben. Gourmetstel. Bevriend koppel dat jou uitnodigt voor het eten, maar dat te lui is om voor je te koken. Vegetariër. Iemand die niet principieel tegen vlees eten is, maar het gewoon steeds vergeet te kopen. Dat is de vegetariër. Nee? Goed. Nou jongens, we gaan gewoon door. Het wordt een lange avond. Althans, lang op, dus gewoon hetzelfde programma. Alleen, ja, het wordt voor mij gewoon veel langer. Hallo, Ralf. Het zal je misschien verbazen, maar iedereen vindt jou zo echt fantastisch. Dat heb je tot nu toe niet gemerkt. Omdat de hele zaal vol zit met mensen met een spierziekte, FSHD. En dat is een rotziekte die eerst de spieren in je gezicht laat verdwijnen. Hierdoor verliezen veel mensen met FSHD hun gezichtsuitdrukking. Maar we verliezen natuurlijk niet ons gevoel voor humor. Iedereen zat hier in het complot. Maar het doet me toch wel heel veel als je dus de lach niet kan delen. Of als je in ieder geval niet kan laten merken dat je het leuk vindt. Dus dat maakt mij weer bijna aan het huilen. Dus een beetje gek, maar dat kwam mij heel hard aan.